ik heb nu toch iets grappigs ontdekt. En welk luchtje draag jij, ja, Thierry Baudet? Stem je ook op hem? Ik ben dus nu in Washington DC. Ik wil je trouwens even het appartementje laten zien waar we verblijven deze maand. Goedemorgen, het is maandag. De maandag voor mijn vertrek op vakantie. Maar ik moet nog even werken en nu een spoedopdrachtje. Tenminste, een spoedafspraak via Appear-in. De persoon is er nog niet, maar ik laat je wel even zien hoe het eruit ziet. Kijk, hier zie je mij, daar de ander. Oh, en nu is ze er wel, dus ik ga maar snel beginnen. Oh jongens, ik heb nu toch iets grappigs ontdekt. Thierry Baudet. Goed, ben ik geen fan van. Kleeft een luchtje aan, zou je wellicht kunnen zeggen. Nou, dat zou nog wel eens letterlijk waar kunnen worden ook. Hij heeft namelijk, ken ik al in 2018, ik kom er alleen nu pas achter. Heeft Forum voor Democratie, dus ik geloof niet hij zelf, Thierry Baudet als Benelux woordmerk ingeschreven. Uiteraard voor politieke diensten. Maar ook voor shower gel en parfum. Zonnebrillen. Kleding. Dus dat je zo meteen nou waarschijnlijk gewoon kruidvat of zo binnenloopt. En dat je dan zegt, ik koop een Thierry Baudet. Ik bedoel, er zijn natuurlijk meer beroemdheden die hun eigen naam aan parfums hebben gehangen. Maar meestal toch meer in het trant van popsterren en zo. Ja. En welk luchtje draag jij, ja, Thierry Baudet? Stem je ook op hem? Ja. Nou, oké, mijn hoofd speelt er hele scenario's en zo. Dit is toch humor, jongens. Ja, wordt wel een lavendelluchtje dan, denk ik. Goedemorgen, het is woensdag. Ja, weinig gevlogd. Maar ik ben dus nu in Washington DC. En het is hier 30 graden. Oh jongens, en humid, vochtig. Dat is het hier altijd. Daar ga ik eigenlijk niet zo heel goed op. Maar eerste volle dag hier. Nu even naar een T-Mobile winkel, simkaartje fixen, zodat ik eventueel nog wel telefonisch bereikbaar ben. Ik laat jullie wel zien wat we doen. We zijn bij de Washington Nationals. We zouden namelijk naar een game. Maar nu is het keihard aan het regenen. En aan het onweren. We hadden kaartjes voor de lounge waarvan we echt dachten, gaan we daar voor nooit gebruik van maken. Maar nu eigenlijk best wel even relaxed. Goedemorgen, het is vrijdag en ik had een zonnebril op moeten doen. Het is er veel te warm, hè? Super zonnig. En nu heeft tijd om boodschappen te doen. Hebben we ook online besteld. Maar ja, dat moet natuurlijk nog even op wachten tot het komt. Het is dan super tof, hoor. Of tof, ja, dat is maar net wat je ervan vindt. Je gewoon $40 korting krijgt op je bestelling. Dat is echt 30% korting of zo wat we besteld hebben. Bizar is dat. Maar goed, nu gewoon even naar de supermarkt hier, 3 bloks verderop. En even wat dingen kopen voor vandaag en morgen. Wat ze dus in Amerikaanse supermarkten echt al jaren kunnen, maar Albert Heijn nog moet leren, is gewoon alles zonder verpakking neerzetten. En altijd super netjes opgeruimd. Goedemorgen. Het is zaterdagochtend. Ik ga even koffie halen. We hebben namelijk geen koffiemaker in de studio. Maar je kunt dat hier altijd gewoon halen in de lounge, receptie, whatever, van de Y Hotel. Ik zal jullie trouwens ook even het appartementje laten zien, of het studiootje eigenlijk, waar we verblijven deze maand.
Met dus keukenblokje. Slaapbank, dus er zouden zelfs nog twee mensen kunnen blijven slapen. TV'tje. Heel veel kastruimte. Dat is echt absurd. En een bed. En het grootste grap is dat het eigenlijk ligt het gewoon in een appartementencomplex. Nog meer kastruimte. Badkamer. Met in dit geval eigenlijk een lekkere douchekop. Hier ook niet lang, niet altijd. Maar dit ligt dus gewoon in een appartementencomplex. Dus er wonen hier gewoon ook allemaal mensen. En dit is dan van de Y Hotel. Dat is dan denk ik een beetje een pop-up hotel, lijkt het, denken we. Weten we niet zeker, eerlijk gezegd. Super grote Amerikaanse koelkast. Maar ze gebruiken het dus, ondanks dat het eigenlijk een onwijs appartement is. Met dus een droger en een wasmachine van onszelf. Ze dus wel elke dag gewoon alle handdoeken en lakens en zo komen vervangen. Nou ja, tenzij je daar bent, dan kloppen ze natuurlijk aan. Dus nou, we laten het dan niet elke dag doen, want dat is verder niet nodig. Overigens, ze stofzuigen dus niet. Dat doen ze gewoon een beetje bezempje. Dweilen is ook met een natte doek, geen zeep. Het zou wat Amerikaans zijn of zo, denk ik. We hebben dus zelfs een beetje een balkon. En met dubbel glas. Dus je hoort binnen echt helemaal niks. Behalve als de trein toetert. Die rijdt daar. Dus we zitten eigenlijk een beetje tussen Union Station en Noma in. Daar zie je al, daarachter ligt, ligt Noma. Super tof. Het is allemaal hartstikke nieuw hier. Het was er echt een jaar geleden, was er van alles van dit allemaal nog niet. Het is allemaal net nieuw in gebruik. En hier nog gemeenschappelijke ruimtes waar je zou kunnen zitten. Het is echt, ja, het is super tof. En er is heel veel dingen op loopafstand. Dus we hoeven niet eens alles met de metro te doen. Hey, het is zondag. Hele freaking dagregen. Maar we zijn vanmiddag wel nog maar even naar Piet's gegaan. We hebben daar een klein beetje gewerkt. Prima, de koffie was hier ook op. Terwijl dat er eigenlijk normaal bij zit. Maar ja, dus we zijn er toch over aan het twijfelen om dan maar een koffiemachine te kopen. Maar we kijken het maar eerst een paar dagen aan. Het is ook in de regen weer terug, maar wel een keer even langs de supermarkt geweest. Ik moet zeggen, mijn huid echt... Oh, het is ruw en droog. Pijnlijk. Dus ik doe ook maar even weinig make-up op en zo. En even kijken of ik nog bij CVS een goed rempje kan vinden. Dat zegt helemaal niks. Maar het is vandaag 5 mei en dat is hier Cinco de Mayo. Dat heb ik wel even op moeten zoeken. Maar dat is dus de dag waarop... in Mexico de Mexicanen de Fransen verslagen hebben. Terwijl Mexico een veel kleiner leger had. Dus we hebben nu guacamole gemaakt. Salsa gekocht, sauerkraut gekocht. En pita chipjes, hoe noem je dat? Gekocht, nachos, whatever. En dan gaan we Cinco de Mayo vieren. Garden style guacamole noemen we het. Want zo noemen ze dat als het grof gemaakt is. Nou, prima. Salsa, sour cream, chipjes. Bier, wat ook gewoon door het hotel gesponsord wordt trouwens. Dus wij vieren even met de Mexicanen mee.